Wie krijgt er de komende 4 jaar subsidie in de culturele sector? Hier vanuit het Museum voor Beeld en Geluid in Den Haag gaan we in op het werk van de Raad voor Cultuur die advies gaat uitbrengen aan de minister over de culturele sector en de subsidies die daarin verdeeld worden. 200 miljoen euro per jaar. Aan tafel aanwezig minister Ingrid van Engelshoven, Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. En we zullen het erover gaan hebben met welke opdracht de Raad voor Cultuur aan het werk is gezet. Opdracht van de minister. Wat de resultaten daar uiteraard van zijn. Hoe dat nu allemaal in deze coronatijd wordt uitgewerkt. En we eindigen met een hele lange lijst waarin duidelijk wordt wie van de 220 aanvragers gehonoreerd is en wie niet. Marijke, met welk gevoel zit je hier nu? Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat de klus is geklaard. En dat we ermee naar buiten kunnen gaan komen. En ja, je zei het net al, wie bepaalt of de subsidie gaan krijgen, ja, dat doet natuurlijk de minister. Wij mogen alleen maar adviseren. Maar het is tegelijkertijd wel een rare tijd. Het is een tijd waarin die zekerheid van die subsidie echt een verschil zou kunnen maken voor organisaties. En waar natuurlijk ook vandaag ja, een heleboel van zullen denken van, hey, wat jammer dat ik het niet krijg. En dat in het hele beeld eigenlijk, dat corona natuurlijk op dit moment voor de culturele sector een enorme drama, ja, dat is een zwaar woord, maar ik denk voor heel veel mensen het wel zo voelt. En ook voor het publiek, ze kunnen niet terecht waar ze normaal ja, plezier aan hadden. Ja. Ja, want in februari kwamen er 220 aanvragen binnen bij de Raad voor Cultuur van instellingen die graag mee wouden doen. Daar is plek voor maximaal 115 instellingen, maar toen ineens in maart toen kwam de corona en dat veranderde de zaak. Hoe bent u ermee omgegaan vanaf dat moment? Ja, dat is op vele manieren. Laat ik vooral zeggen, het is een cultuursector is ongelooflijk hard getroffen door deze crisis. Want op één dag moest alles dicht. En het was verbazingwekkend hoe iedereen dat ook meteen gewoon deed, zonder mopperen. Mm-hmm. Maar je zag wel hoe hard dat aankwam en hoe hard die crisis insloeg. En dus wij zijn meteen aan de slag gegaan om ook in het kabinet te kijken hoe we via generieke maatregelen, hè, die voor iedereen gelden, via het doorlaten lopen van subsidie, via coulance maatregelen, maar ook via een extra steunpakket, gewoon die sector kunnen steunen om deze crisis goed door te komen. Ja, nou, ik vond het wel heel mooi om te zien dat er ook heel veel initiatieven uit de sector kwamen voor vernieuwing en zich te laten zien en te laten horen. Dat is leuk, daar hebben we ook wat beelden van. House party on all major platforms. Whip up that cam and join our Zoom room. Join the live stream on Instagram, Facebook, YouTube or Twitch. Become part of our interactive dance floor. Ja, hele mooie dingen hebben we zien gebeuren. Ja. Maar toch is natuurlijk behoefte aan stabiliteit. Hoe zorgt u daarvoor? Nou ja, laat ik ook even zeggen, hè, die initiatieven waren geweldig. Hè. En daar zie je ook die drive van al die kunstenaars om het contact met het publiek te houden. En we zagen ook wel die behoefte aan stabiliteit. Dus daarom ook dat we hebben gezegd van, ja, dit advies moet er wel komen. Hè, dus nu eerst zorgen dat we met z'n allen de crisis doorkomen, dat die sector dat overleeft, maar vervolgens ook gewoon werken aan die stabiele basis voor de toekomst. Ja, want is het nog een moment geweest dat jullie twijfelden van, moeten we dat niet uitstellen, die hele advisering? We hebben het er wel over gehad, maar we kwamen eigenlijk samen heel snel tot de conclusie, dat is nou niet verstandig om te doen, want dan vergroten we eigenlijk alleen de onzekerheid. Ja. En wat we denk ik beide heel belangrijk vonden was van, ja, zorg nou mensen gewoon weten waar ze aan toe zijn straks en de ruimte krijgen om vanuit die zekerheid te bouwen aan een nieuwe toekomst. Ja.
twijfel wegnemen dus eigenlijk. Daar twijfelden wij niet aan. Ja. En nou is er de komende tijd staat er nog heel veel te gebeuren. Hè? De maatregelen die u net noemde, dat is een beginnetje. Waar bent u verder mee bezig? Nou, het is eigenlijk wat we doen is echt stap voor stap met de sector kijken van wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we samen die crisis doorkomen. Maar ook wat is er nodig om te werken aan producties, aan een culturele sector die ook het volgende seizoen wat te bieden heeft onder hele andere omstandigheden. En daar is de sector als geen ander creatief in. Dat zagen we ook net al in de voorbeelden. Maar het is ook echt stap voor stap zoeken van ja, waar is steun nodig? Wie moet er gesteund worden? Dat doen we echt iedere dag opnieuw. Ja, wat zie je op dat gebied al gebeuren in de sector? Nou, je ziet natuurlijk dat je eigenlijk de eerste weken bij een aantal instellingen echt wel in een soort van shock zat. Mensen echt gewoon echt zoiets hadden, wat gebeurt hier? Vervolgens de zorgen natuurlijk over die continuïteit. En voor de gesubsidieerde instellingen is er een adres voor die vragen. En kwam deze minister ook al heel gauw met dat signaal van nou, er komt coulance. Ja, dus de bestaande subsidies, daar kun je niet meer aan de prestaties voldoen. Maar weet, dat gaan we ook niet meer van jullie vragen. Dus die subsidies lopen door. En ja, pak het op een andere manier aan. En dan zie je dat er langzamerhand, en sommigen zijn er wat sneller in, op een manier naar buiten wordt getreden. De minister zei het net al, dat je in het publiek wordt gezocht. En dan gaat het om dingen die digitaal gebeuren. Het gaat om ontwerpvragen om met andere samenstelling toch op anderhalve meter afstand, was toen in het begin nog niet, maar vrij snel al wel, iets te kunnen presteren van datgene wat je normaal aan je publiek wil laten zien. Musea die de collecties en de tentoonstellingen nog meer digitaal gingen verspreiden. En ja, dat is het type veerkracht waarvan we ook verwachten dat het de komende tijd veel meer gemeengoed nog gaat worden. En dat we moeten gaan kijken hoe dat uiteindelijk in nieuwe vormen en met meer differentiatie ook, met meer aanpassingsvermogen als het weer slecht gaat, bij het publiek kan blijven komen. Ja, ja, misschien blijkt dit achteraf wel weer ook een impuls te zijn geweest. Komen er nieuwe categorieën bij? Je zegt dat met een blij hoofd en ik denk dat wij het ook zo moeten voelen. Want het is uiteindelijk die veerkracht die ook nodig is in deze sector. En tegelijkertijd is het natuurlijk niet iets om blij van te worden. Maar op zichzelf is het niet gek om die positiviteit ook uit te stralen. En om juist ook de instellingen, zeker die vandaag ook een subsidieadvies krijgen, maar ook daarbuiten in het stelsel, in het hele land, toch de energie te richten op de kansen en op de veerkracht. En het publiek wat wel degelijk die cultuur wil omarmen. Mooi gezegd. Ja, de BIS die moest dus doorgaan, hè? Corona of niet. Maar het stelde denk ik jullie commissies en de leden wel voor extra uitdagingen. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Ja, ik denk zoals het hele land. Hè? Maar zoomen, webben, vergaderen achter het beeldscherm. En dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Eigenlijk zonder morren. Want ze konden niet meer de praktijk in, maar dat was natuurlijk ook al wel gebeurd. Ja, we hebben commissies van deskundigen die eigenlijk het veld ook goed kennen. Daar worden ze ook op geselecteerd. We zorgen ook dat ze goed weten hoe het procedure moet gaan. Dus ze gaan ook echt met elkaar het gesprek pas aan als ze eerst individueel hebben beoordeeld. Dan gaan ze met elkaar praten over de verschillen daarin. Komen tot een advies. En in sommige categorieën is dat een advies wat beperkte concurrentie heeft. Omdat het bijvoorbeeld een gevestigd aantal partijen de aanvraag indient. En dan weet je eigenlijk van tevoren al dat er geen echte concurrentie is. Maar je plan moet goed zijn. Mm-hmm. Maar er zijn ook nieuwe categorieën zoals de ontwikkelinstellingen. Waar 72 instellingen aanvroegen. En waar uiteindelijk maar 15 gehonoreerd kunnen worden. Dus dat was voor die commissie wel een hele puzzel, maar dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Mag ik zeggen, ja, ik ben er misschien prematuur, want uiteindelijk is het dan ander omdat ze, maar het voelt zo. Ja. Want je ziet ze de hele tijd van dichtbij en dat heeft een goed gevoel gegeven. Ja, in ieder geval heel conscientieus en met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Nou ja, of het goed gedaan is natuurlijk ook van, nou, wat was de opdracht? Welke doelstellingen moesten er bereikt worden en hoe is dat uitgevoerd? Kunt u wat vertellen over de beleidsdoelstellingen die neergelegd zijn bij de Raad voor Cultuur? Waar moesten ze voor zorgen? Ja, en laat ik ook zeggen, heel veel waardering ook voor die leden van de Raad voor Cultuur, hoe ze in deze omstandigheden dit werk allemaal voor elkaar hebben gekregen. Want dat is echt een ongelooflijke klus. Maar de opdracht was bovenal, en dat is eigenlijk altijd de opdracht, kijk naar artistieke kwaliteit. Uiteindelijk staat dat altijd bovenaan en daar moet ook gewoon op beoordeeld worden. Verder hebben we ook echt gekeken naar verbreding en vernieuwing. Wat ik heel belangrijk vond, en zeker ook nu, is dat we nieuwe genres, nieuwe makers ook toegang geven tot die basisinfrastructuur. Het gaat ook om nieuw publiek.
De samenleving wordt diverser en dat moet je ook in de basisinfrastructuur zien. Het gaat ook over eerlijk belonen. We moeten ook zorgen dat ook in deze culturele sector er ruimte is voor eerlijk loon. En dat is in deze omstandigheden echt een bijzondere opgave, maar we moeten dat wel echt als uitgangspunt hanteren. Educatie, belangrijke doelstelling. Zorg ook dat je jonge mensen meeneemt, dat er ik zou liefst zeggen vanaf nul echt jonge mensen worden meegenomen in het culturele leven en dat ze alles meekrijgen. En cultuur moet echt van en voor iedereen zijn. Dus ja, divers, maar ook regionale spreiding. Het moet echt in het hele land te vinden zijn. Ja, nou, dat maakt de opdracht er niet makkelijker op natuurlijk, maar wel heel interessant. Marijke, waar zien we die verbreding en die vernieuwing de komende 4 jaar? Nou, we hebben een basisinfrastructuur waar een aantal nieuwe categorieën in zitten. Dus in die zin, dat is echt vernieuwing en ook verbreding. Er mag een debatinstelling in de basisinfrastructuur komen. Dit is een categorie ontwerp, met aandacht voor festivals en een platformfunctie. En ja, een aantal belangrijke, zou je kunnen zeggen, footprints voor de ontwerpsector. We hebben ontwikkelingsinstellingen als nieuwe categorie in de BIS, met daarvoor aandacht voor talentontwikkeling en nieuwe genres om die te versterken. Ensembles komen in de BIS met 7 ensembles, zowel klassiek als zo andere uitvoeringen. Misschien wel koren, de mogelijkheid zit erin. En we hebben regionale musea, ook niet onbelangrijk. Dat is ook echt een manier om met de provincie samen te werken aan de museale infrastructuur. Festivals, waarvan er meer in de basisinfrastructuur muziekfestivals ook komen, maar ook theaterfestivals, aandacht voor ja, ook de mix van genres in festivals. Ja, kortom, een heel diverse uitbreiding eigenlijk van de basisinfrastructuur. Naast de vernieuwing die in de bestaande categorieën natuurlijk ook zit. Want instellingen zijn heel goed in staat om ook in hun actualiteit toch weer ook te komen met nieuwe plannen. Of het nou om een orkest gaat of een theatergezelschap. Er zijn allerlei mogelijkheden ook om binnen die genres weer te gaan vernieuwen. Ja. En de, u noemde net al dingen als fair practice. Dat zijn niet de randvoorwaarden, maar de codes is dat genoemd. Dat waren er 3. Ja, het is, kijk, het zijn eigenlijk een soort randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Fair practice, dus eerlijk loon. Ja. Waarvan we ook zeggen van ja, dat van waar we stonden naar waar we naartoe willen, dat kan niet in één keer. Maar je moet daar wel stap voor stap aan werken. En je moet in ieder geval het principe onderschrijven. Good governance, wil zeggen, ja, je moet ook gewoon goed bestuurd worden. Je organisatie moet ook gewoon op orde zijn. En diversiteit en inclusie. Je moet ook de code rondom diversiteit en inclusie onderschrijven. Dus dat zijn best veel randvoorwaarden. Ja. Maar het zijn ook de dingen, principes waarvan ik denk van ja, als we dat niet met z'n allen omarmen, gaan we niet met z'n allen ook de beweging de goede kant op maken. Nou, die diversiteit en inclusie die is ook goed zichtbaar natuurlijk bij een aantal gezelschappen en instellingen. Daar willen we ook graag even wat van laten zien. Ze zien me zo sympathisch, zo naar hart sympathisch, süß als klein als bruin. Ik zie het als een ritueel. Kijk, in eerste instantie ben ik daar voor de crew. Gewoon helemaal die vlam kwijt zijn. Niet eens meer willen trainen, niet eens meer inspiratie. Hoe ver zijn instellingen met de toepassing van deze codes, Marijke? Nou, de minister geeft al aan hoe belangrijk ze het vindt. Dus dat zeggen natuurlijk alle instellingen ook. Die zeggen allemaal dat ze aan good governance doen en aan fair practice en dat ze inclusief zijn. Maar tegelijkertijd zie je dat je de praktijk van het zeggen nog niet het doen is. Dat kom je vaker tegen. En het is wel goed om te zien dat sommige instellingen het ook echt al doen. Daar zijn ook hier voorbeelden van getoond. Maar dat ook voor een groot aantal nog echt de vraag is van hoe ga je het nou doen? Dus ja, wij hebben ook in dit advies aan de minister eigenlijk aangegeven van geef ons maar de opdracht om over 1 jaar of 2 daar nog eens goed naar te vragen. Ook in het kader van wat we altijd doen, de monitoring. Extra te gaan letten op het gebruik eigenlijk in de praktijk van die codes.
En daarbij is vooral natuurlijk ook Fair Practice nu eentje die onder enorme druk staat. Want met corona en de beperkte budgetten is werkgelegenheidsbehoud eigenlijk op dit moment voor heel veel instellingen de eerste zorg. Maar dat mag niet ten koste gaan van die eerlijke beloning. Dus het is belangrijk dat ook in het omzetten van je ideeën naar goede concrete plannen je aandacht besteedt aan die beloning. En ja, daarmee ook de politieke, zou ik kunnen zeggen, kader wat er is, toch op een goede manier vertaald naar je eigen medewerkers. Ja. En wat zijn dan in verband met corona de verwachtingen naar alle instellingen toe? Want de plannen zijn ingediend en ook gehonoreerd alsof het business as usual was. Maar in hoeverre hebben jullie daar rekening mee gehouden? Wij hebben eigenlijk gezegd tegen de minister, die coulance die je nu hebt afgesproken voor dit lopende jaar, het zou verstandig zijn om die voor 2021 ook door te laten lopen. En dat is eigenlijk ook inmiddels overgenomen. Dat hebben we al besloten, hè? Dat we... want ik heb van de Raad een hele goede brief gekregen waarin ze zeggen van ja, hoe bereid je nou voor? Eigenlijk, hoe ga je van de situatie voor corona? Want toen zijn nog de adviesaanvragen ingediend en de voorstellen ingediend naar de nieuwe periode. En de Raad zegt daar heel mooi van, ja, hoe maken we die sector weerbaar en wendbaar? En wat ik eigenlijk al meteen in een brief ook aan de Kamer heb gezegd van ik wil... dat we daar even de tijd voor nemen en dat eigenlijk de instellingen nu een jaar de tijd krijgen om de plannen die ze aanvankelijk hadden, gewoon met de subsidie die ze voor hun oude plan hebben gekregen, maar die tijd gebruiken om te kijken hoe kunnen wij nou weerbaar en wendbaar omgaan met de nieuwe tijd. Ja. Ja, en wij hebben eigenlijk ook in onze brief aan de minister gezegd van dat zou het verstandig zijn om uit te gaan ook van verschillende scenario's, hè. Heel veel instellingen willen het liefste terug naar wat ze voor corona hadden. En ja, dat is als jij een theatergroep bent en je wilt in een grote zaal spelen ook heel logisch. Maar misschien moet je toch de rekening mee houden dat er af en toe weer corona-effecten in de sfeer van lockdown of anderhalve meter waar we nu in zitten voor gaat komen. En ga eens kijken hoe je daarop in kan spelen. En ga kijken wat dat betreft hoe je je verhaal, wat je wil vertellen, misschien in een ontwerp van andere vormen toch ook kan vertellen op het moment dat dat theater dicht is. Mm-hmm. En daarin is natuurlijk het moeilijke dat het ook niet altijd makkelijk is om dan je geld daarmee te verdienen. Dus de transformatie, transitie waar je de instellingen eigenlijk in zou willen steunen, dat moet een gesprek zijn. Maar ook een gesprek met deskundigen om mee te denken over hoe je uiteindelijk dan zowel met subsidie, maar ook voor een deel ook echt privaat in staat bent om in die omstandigheden toch cultuur te laten zien of te laten ervaren of te maken. En dat, ja, dat kan waarschijnlijk niet voor iedereen. Het kan ook niet zonder schade gebeuren. Er zullen echt instellingen ook echt blijvend moeite hebben met die veranderingen. En misschien ook wel stoppen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat juist die basisinfrastructuur het mogelijk maakt om die vraag wel te richten aan juist aan die organisaties die met die subsidie ook echt een vaste basis hebben. Ja. En die zijn als het ware een beetje de vuurtorens in het veranderende landschap. En die moeten ook, denk ik, het voorbeeld kunnen geven en anderen houvast kunnen bieden in die transformatie. Ja, omdat ze daar ook de tijd voor krijgen binnen die structuur. Kunnen ze ook anderen daarin en met inspireren? Hun partners in het netwerk waarin ze functioneren. Ja. En wellicht ook met een explicietere vraag ook richting het publiek. Misschien moet het ook wel meer onderzocht worden hoe dat publiek erop gaat reageren en daar op die manier ook gaan experimenteren. Nou, spannend is het wel. Hè? Ja, het is zeker spannend. Hè. Het zijn natuurlijk, dit gaat echt over de gesubsidieerde instelling in de basisinfrastructuur. Maar die werkt natuurlijk ook weer samen met niet gesubsidieerde instellingen, met heel veel zelfstandigen. En het is ook, denk ik, aan hen de opdracht om vanuit die zekere basis van de subsidie ook anderen in het veld mee te nemen in die nieuwe werkelijkheid. En de vaste grond onder de voeten die zij hebben ook te gebruiken om ook anderen weer aan het werk te zetten. Ja, goed. Laten wij eens gaan kijken naar het resultaat van deze hele complexe, maar mooie puzzel. We gaan er even in algemene zin naar kijken. Marijke, dan ga ik toch jou voornamelijk het woord geven. Om maar eens te beginnen met de aantallen. Hoeveel instellingen hebben er een positief advies gekregen? 107 van de 220. Waarvan er wel 43 nog een kanttekening bij krijgen. Wij noemen dat een ja-mits. Dan is het eigenlijk, de minister kent dat jargon, de bedoeling dat ze op een aantal punten nog aanvullende informatie geven. En ja, het is ook het idee dat ze daar wat tijd voor krijgen, dat ze dat niet per keer in de post hoeven te doen. Maar dat ze in ieder geval voor medio volgend jaar dat netjes doen. En daarmee ook in dezelfde periode eigenlijk een beetje nadenken over hun nieuwe activiteiten. En daarmee ook dus ook kunnen zorgen dat bijvoorbeeld een bijstelling op het punt van een begroting of de manier waarop ze met de codes om zijn gegaan, dat ze daar een betere uitwerking voor kunnen maken. En dan zijn er ook instellingen die een nee krijgen, die nu in de BIS zitten.
die zijn er ook. En er zijn instellingen die een nee tenzij krijgen. Dus dat zijn er 8. Dus bovenop die 107 zouden er eigenlijk 8, wat willen we ook graag, alsnog een ja moeten krijgen. Mm-hmm. En die nee tenzij instellingen, die wordt gevraagd om voor 1 november een aangepast plan in te dienen, zodat ze wel door de selectie heen komen en alsnog een ja kunnen krijgen van de minister. Ja. En de hoeveelheid geld, want ik had het over 200 miljoen per jaar, maar dat is meer dan er in de voorgaande 4 jaar beschikbaar was. Wat is het verschil? Wat is er bijgekomen? In de huidige BIS, als je daar even de Rijksmusea van afhaalt, want die zit in de nieuwe BIS ook niet, dus dat moet je eigenlijk even een beetje eerlijk vergelijken, dan zit je op 164 miljoen in de huidige BIS. En in de nieuwe BIS wordt dat 196 miljoen, dus dan komt er 32 miljoen bij. En dat zit natuurlijk in die nieuwe categorieën of in uitbreiding van categorieën, bijvoorbeeld meer festivals of meer jeugdtheatergezelschappen. En daarmee is er dus een betere spreiding ook over het land mogelijk en ook over genres. Ja, nou laten we eens gaan kijken hoe dat er in Nederland dan uitziet. Ja. Hier een mooie een vergelijking van de vorige en de huidige BIS. Ja. Ja, zo zie je natuurlijk ook dat er meer instellingen zijn gekomen. En dat is ook logisch als er meer categorieën zijn. Bijvoorbeeld de provinciale musea die ik al noemde. Die op een aantal plekken nu ook, dat zijn sommige wat eenzame stipjes als je dat zo ziet. Maar die staan er dan in ieder geval. En je ziet ook dat er nadrukkelijk groei zit in de Randstad. Maar ook zeker buiten de Randstad. En het is wel heel mooi als we dat zo als we nog even een ander kaartje, dat hebben we ook, laten zien. En dan zie je eigenlijk de toenames netto, hè? Dus eigenlijk wat er echt bijgekomen is. En dan zie je ook dat het over het land toch behoorlijk gespreid is. Ja, in de Randstad wonen weer meer mensen, dus je ziet dat clustertje daar ook wel meer staan. Maar ook bijvoorbeeld in Groningen, in het noorden, en ook in Limburg en ook in Brabant. Ja, je ziet eigenlijk overal, en zelfs in Zeeland, is ook echt fijn om te zien dat we daar ook aanvragen hebben gekregen die sowieso het museum wat daar gehonoreerd wordt, maar ook een andere instelling. Ja, het voelt wat gek om dat nu te presenteren, want we krijgen zo die lijst. Ja, dus ja. Ik hou nog even mijn mond. Maar hoeveel nieuwkomers zijn er? Nou, bijna de helft is de nieuw. Helft? Ja. Ja, bijna de helft is nieuw. Dus dat is echt een heel mooi. Ja, dus die opdracht verbreding en vernieuwing. Nou, kan vernieuwing ook bij bestaande instellingen zitten, ja. Maar verbreding en vernieuwing, dat is echt wel gelukt. Ja, ja. En welke categorieën zijn er echt nieuw? Je noemde al de ontwikkelinstellingen. De ensembles. Ensembles. Meer festivals, de Rijks of de musea, de regionale musea, als ik er nou één te vergeten. Even denken. De urban dance. Ja, die zit in de ontwikkelinstellingen. Die zit in de ontwikkelingen. Ja, ja, wel heel mooi. Dat die er nu voor het eerst ook inkomt. Want dat is echt ook voor een grote groep jonge mensen en echt ook wel een groep in de samenleving die zich toch te weinig gezien en gehoord voelde. En het is wel ook waar we in Nederland ongelooflijk goed in zijn. Dus die verdienen ook echt die plek. Nou, heel goed. Ja, en de oude, vertrouwde, bekende, die zijn er ook allemaal wel in? Of? Ja, natuurlijk, want die leveren geweldige prestaties. Hè. Of het nou om de operagezelschappen gaat, of het gaat om de orkesten, of het gaat om de theatergezelschappen, of de jeugdtheater. Ja, ik kan het niet allemaal opnoemen. Er zit literatuur natuurlijk, hè, in letteren. Mm. Het is fijn om te zien ook dat er met zoveel elan toch ook met steeds weer aan die voorstellen wordt gewerkt. En ja, dat is best wel heftig ook, denk ik, voor sommige van die grote instellingen. Die denken misschien ook elke keer weer van, nou, waarom moeten wij dat nog doen? Want we zijn orkest en we zitten in die BIS. Ja, maar je ziet het nou weer bewijzen. Ja, maar het stimuleert hen ook om op het puntje van hun tenen te gaan lopen. En ook weer te kijken naar hoe bereik ik dat andere publiek. Hè? Voorstellingen waar gewoon ook gemixt wordt. Waar een Typhoon met een Amsterdam Sinfonietta samenwerkt om uiteindelijk heel ander type muziek naar voren te brengen dan je standaard misschien vanuit een klassieker en vanuit een vioolgezelschap zou verwachten. En uiteindelijk is dat het soort van oproep ook die qua vernieuwing ook in die BIS zit. En die maakt dat ook klassieke gezelschappen die er al jaren in zitten toch weer bij de tijds willen zijn en mee willen gaan. Ja. Met nieuw publiek en met het behouden van het mooie. Lijkt me goed nieuws voor alle cultuurliefhebbers dat er zo'n mooi breed aanbod komt. Dan komen we nu, dames, tromgeroffel aan het officiële moment van de overhandiging van het rapport. Normaal in een mooie zaal, op een groot podium, met klikkende fotografen voor uw neus, maar nu hier in deze eenvoudige setting, maar toch een bijzonder moment. Marijke, mag ik jou vragen om het rapport te overhandigen aan de minister? Ga ik doen. Deze warme ambiance, niet eenvoudig, het is gewoon een warme ambiance. En met die warmte wil ik eigenlijk graag dit rapport overhandigen aan mevrouw de minister. En ik hoop dat het een werkbaar rapport is voor uw beleid. Succes ermee. Dank je wel. En ik wil in de eerste plaats de Raad voor Cultuur
ongelooflijk bedanken voor al het werk wat de afgelopen tijd is verricht. Dat is geen eenvoudige opgave geweest. Al die aanvragen beoordelen in al die commissies die inderdaad via Zoom of WebEx of in ieder geval online moesten vergaderen. En het is toch gelukt binnen de tijd, binnen de opdracht, echt ongelooflijk knap werk. Heel veel dank. Dankjewel. En daarmee ook natuurlijk naar al die mensen die hebben meegedaan van ons bureau, van de adviseurs. Ik denk dat het goed is dat we... Ik zit hier heel braaf te knikken, maar ja, ik ben maar een stukje, een radertje in het geheel natuurlijk. Ja, nou, er staat goed nieuws in voor de instellingen die gehonoreerd zijn. Wat kun je zeggen tegen degene die daar niet in staan, Marijke? Ja, dat ze vooral ook vooruit kunnen kijken met ook goede plannen die ze gemaakt hebben voor die basisinfrastructuur. In heel veel gevallen moesten we ook kiezen omdat er niet meer plekken zijn. Maar dat betekent niet dat het slechte plannen zijn. Dus vooral een aanmoediging om het verlies te nemen en te kijken welke andere mogelijkheden er eventueel ook zijn om subsidie of inkomsten van het publiek te kunnen gaan rekenen. En daarmee het mooie culturele werk wat ze willen doen toch niet in de la te leggen, maar door te gaan. En ja. Nou, daaraan te werken om het naar buiten te brengen. Ja, zeker. Het rapport ligt er nu. Het advies is gegeven. Wat zijn de volgende stappen voor u en uw collega's? Nou, ik ga dit weekend beginnen met het is rustig kaft tot kaft te lezen. Zie ik ook erg naar uit. En ik wil het ook echt graag goed doorgronden. Er is ongelooflijk veel werk aan verricht. En dan moet je ook echt zorgen dat je dat goed tot je neemt. Dan gaan we volgende week de zogenaamde voornemenbrief aan de instellingen sturen. Daarin horen ze dus het voornemen om het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen. En worden ze uitgenodigd als zij denken nog er zitten nog feitelijke onjuistheden in, dan kunnen ze dat aangeven. Mm-hmm. Dan ga ik van de zomer ook nog overleg voeren met stedelijke regio's. Die hebben ook in het voortraject erg met ons meegedacht van ja, hoe willen we nou dat het landschap er in het gehele land uit gaat zien. Wat is nou het profiel van jouw regio? En ook aan hen de vraag, ziet u dat terug in dit advies? Ja, en dan het spannende moment met Prinsjesdag, wanneer echt de besluiten naar buiten komen en iedereen echt weet waar hij aan toe is. Heel goed. Nou, dan zijn wij hier klaar. We hebben het gehad over het beleid, de coronamaatregelen, hoe dat heeft uitgepakt. En dan is nu het moment aangebroken waar, denk ik, iedereen die zit te kijken heel erg naar uitkijkt. De bekendmaking van alle toegekende instellingen en niet toegekende subsidies. Maar ik wil jullie allereerst heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier. We wensen de instellingen een prachtige nieuwe tijd toe. Heel veel succes met de uitvoering van alle plannen. Op de site van de Raad voor Cultuur, www.raadvoorcultuur.nl, worden om 14:00 alle adviezen gepubliceerd en dan zijn ze in te lezen. Maar hier is dus alvast het resultaat. Bedankt voor het kijken.